Ik ben niet verrast door die grote groep om investeringen in defensie. Investeringen die vooral te maken hebben met een veranderend en vooral verslechterend veiligheids- en dreigingsbeeld waarmee dat wij in Europa al enkele jaren mee geconfronteerd worden. Een evolutie die eigenlijk in 2014 begonnen is, na de militaire annexatie van de Krim. Zag je al dat heel westerse landen hun defensiebudgetten gingen opkrikken geleidelijk aan. Waarbij uiteraard de Russische inval in Oekraïne een enorme katalysator is geweest voor nieuwe defensieinvesteringen. Niet alleen op nationaal niveau, maar vooral, en dat is toch wel historisch te noemen, ook op Europees niveau zie je dat er heel wat nieuwe programma's en initiatieven werden aangekondigd die nieuwe investeringen in defensie met zich meebrachten. De toenemende investeringen in militaire technologieën kunnen een groot impact hebben voor Vlaanderen. Vlaanderen is een zeer innovatief regio en we maken heel veel producten die mogelijk militaire toepassingen kunnen hebben. Er wordt momenteel bijvoorbeeld heel veel geïnvesteerd in de Vlaamse ruimtevaartsector, juist op het moment dat er sprake is van een militarisering van de ruimte. Tegelijkertijd wordt er ook actief gezocht naar civiele technologieën die militaire toepassingen kunnen hebben. De technologieën achter de zogenaamde killer robots worden oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik in zelfrijdende auto's. En dat is ook weer een sector waarin Vlaanderen zeer sterk is. Het Vlaams wapenexportbeleid moet niet fundamenteel omgegooid worden. We hebben uiteindelijk, Vlaanderen heeft die bevoegdheid al bijna 20 jaar en heeft in die tijd een stevig decretaal kader en een goed werkende dienst uitgebouwd. Met een beleid dat trouwens zeer transparant is en misschien nog belangrijker, niet enkel economische overwegingen centraal zet, maar ook kijkt naar veiligheidsoverwegingen en misschien zelfs nog belangrijker, mensenrechten, internationaal humanitair recht en conflictpreventie als belangrijke uitgangspunten hanteert. De Vlaamse kennisinstellingen zijn steeds meer actief met dual-use en militaire activiteiten. Ze richten ethische commissies op en ze zetten in op de bewustwording van hun onderzoekers. Tegelijkertijd is er meer ondersteuning nodig voor kennisveiligheid. Dat is de bescherming van technologie tegen ongewenste overname door actoren met slechte bedoelingen. Vlaanderen heeft de bevoegdheid voor onderwijs en dat is een opportuniteit om meer trainings en opleidingen te organiseren voor jonge onderzoekers en studenten rond kennisveiligheid. Het is belangrijk dat ze bewust zijn van kennisveiligheid, omdat bedrijven mensen nodig hebben die ook kunnen omgaan met die problematiek. We zien dat er in de praktijk meer en meer een besef groeit dat er nood is aan een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid om te controleren waar dat bepaalde producten terechtkomen. En vooral gedreven door technologische en geopolitieke evoluties. En zo zien we dat er steeds meer producten en technologieën die van oorsprong civiel zijn, potentieel, maar ook effectief in verkeerde militaire handen kunnen vallen. En zo zien we bijvoorbeeld dat heel wat Russische, maar ook Noord-Koreaanse en Iraanse wapens eigenlijk in heel belangrijke mate zijn opgebouwd uit dergelijke civiele westerse componenten. En dat maakt, een overheid kan uiteraard niet alles controleren, zeker niet wanneer dat er steeds meer producten potentieel militair relevant wordt. En daarom dat men in belangrijkere mate steeds meer probeert te kijken in welke mate dat ook bedrijven meer waakzaam en meer bewust kunnen zijn van waar dat hun producten en technologieën terechtkomen. Maar voor zo'n samenwerking op een goede manier vorm te geven, is uiteraard de goede afstemming en informatieuitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven noodzakelijk. Als we zoveel mogelijk in de toekomst willen vermijden dat Vlaamse producten en technologieën in verkeerde handen vallen, zijn er een aantal praktische evidenties. Zo moet Vlaanderen er eigenlijk voor zorgen dat er een blijvend robuuste controledienst is die in staat is om op een efficiënte manier om te gaan met het wellicht stijgend aantal vergunningen en die blijvend in staat is om ook voldoende outreach en bewustwording te doen naar het Vlaamse bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. En zo zal het ook nodig zijn om, zo weten we uit de praktijk, werk te blijven maken van een gestroomlijnde samenwerking met andere overheidsdiensten op andere beleidsniveaus binnen België, zoals de douane en de veiligheids- en inlichtingendiensten.